Eiburg. Je zag het eiland de laatste tijd overal. We waren plotseling een wijk in verval. Wat eigenlijk ging om een rechtse partij. Iets met nationalistische heerschappij. Met roem, narcisme, angst en haat en macht. En heel de intentie van Eiburg, hoeps, werd ineens ontkracht. Velen hebben het gehoord, maar zich vooral gestoord. Ik zag posters voor een raam aan de Eiburglaan. Voor elk venster een plakkaat. Schreeuwen terwijl niemand het verstaat. Voor mij is overlast dat ik met ideeën en beelden van Wilders word belast. We zijn een eiland met een heel groot sociaal-maatschappelijk probleem. Pauze, wacht even. Iedereen kijk even heel verwonderd om je heen. Precies, ja. Eiburg, Eibergia, yeah. Met mijn haren in de wind en aan elke hand een kind. Wat een rare kijk. Ik vind het eigenlijk gewoon een hele toffe wijk. Wat denk je wat voor wijk dit is, wie er naast je woont? Maar hey, look at the bright side, de actie is beloond. Ook op Eiburg lijkt een heus leven te bestaan, waar verschillende culturen naast elkaar staan. Waar we samen passen op de kinderen, waar we ontmoeten in plaats van verhinderen. De meest kinderrijke wijk in Europa, ja, ik weet waar ik deze zomer op vakantie ga. Na de Wadden staat het op de tweede plek, een kruising tussen een stad en een dorp. Het is echt te gek. Een strand, scholen, ondernemers, schepen en een haven, statushouders aan wie bewoners spullen gaven. 1000 kinderen met verschillende culturen, waar je wordt geholpen door je buren. Het rijkste postcodegebied, al behoor ik daar trouwens helemaal niet toe, maar dat maakt niet uit, geen fluit. Eiburg, yeah, met mijn haren in de wind. En aan elke hand een kind. Gekleurde kinderen, ja. Nee, helemaal niet geadopteerd. Gewoon zelf gecultiveerd. Dat gaat, ja. Nederland, land van nationaliteit, geaardheid en religies. Een wijk waar we debatteren over onze visies. De wijk heeft wel bruggen, maar die halen we niet op. Iedereen mag eraf en ieder mag erop. Geterroriseerde parken vol gangs en een moskee. Eiburg is blijkbaar verre van oké. Het is grimmig, donker, ondergronds, agressief en radicaal. De roem gaat volledig met je grootste angsten aan de haal. Je hebt het omgekeerde bereikt van wat je wil. Maar het had zin, het blijft niet stil. Je zet de Eiburg op de kaart. Niet small, niet medium, maar extra large, dat was het waard. Dankjewel voor Eiburg XL. Vlakbij het IJmeer zingen wij de hele zomer, keer op keer. Jawel, zing maar mee. Eiburg, met mijn haren in de wind. En aan elke hand een kind. Tweets, bedankt jou hoor, het staat erop. B&B's reizen uit de dop. Arm naast rijk. God, dat dat zomaar kan in een Phoenixwijk. En natuurlijk geeft dat frustratie, maar goed, jij zoekt sensatie. Maar oké, hopelijk ben je er tevreden mee. Schepen varen van overal binnen. Eiburg Sail kan beginnen. Hotels zijn volgeboekt. Uit alle landen komt bezoek. Eiburg, een wijk tussen dorp en stad. Waar we gewoon samenleven. Hoe vind je dat? Dankzij, jawel, 18 journalisten uit Argentinië, Zweden, Denemarken, Groot-Brittannië, Hongarije, Duitsland, Canada, Portugal, België en Japan. Nou, dan zijn de grenzen wel ineens open, hè? Maar waarom zat je eigenlijk niet bij Umberto Tan? Internationale filmploegen zetten Eiburg op de kaart. Eiburg XL, dank voor deze nieuwe staat. Hier leven culturen door elkaar en zint het je niet, dan ga je maar. Op RTV en CNN worden wij eiland van zen. Hey, it takes a village. Eibergia.